Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan dit beeld en aan de titel van deze video is het deze keer een wat meer persoonlijkere video. Dus dat is er eentje die ik in mijn eentje ga opnemen. Vandaag ga ik het namelijk hebben over het feit dat ik een paar maanden geleden ben gestopt met het slikken van de pil. Ik heb dit ook op mijn Instagram stories laten weten en ik kreeg echt massaal vragen van jullie. Van waarom, wat gebeurt er met dit en wat gebeurt er met dit en zou je een video over willen opnemen? En dat wil ik inderdaad heel graag. Om heel eerlijk te zijn is dit denk ik al de derde of vierde keer dat ik deze video ben begonnen. Elke keer was het toch niet helemaal wat ik had gewild. Dus bleef ik het een beetje meer uitstellen. En ik denk ook dat het heel erg goed is om niet te snel hier een video over op te nemen. Zodat ik jullie echt wat te vertellen heb. En dat heb ik. Dus vandaar dat deze video deze keer nu wel online komt. En ja, ik hoop dat je het interessant vindt om te horen. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Neem een kopje thee, water, koffie, ijsje erbij. Wat dan ook waar je zin in hebt. En laten we beginnen. Nou, een van de allereerste dingen die ik heb gedaan toen ik was gestopt met de pil is op zoek gaan naar een app waarmee ik mijn menstruatiecyclus kon bijhouden en tracken. En na eventjes gezocht te hebben kwam ik uit bij de app Clue. En dit is een app die ik de afgelopen paar maanden al heel vaak heb gebruikt en heel erg fijn vind. Dus ik was heel erg blij en enthousiast toen wij laatst een mailtje in de inbox ontvingen van Clue zelf. Die vroeg of wij een samenwerking met ze op wilden zetten. Dus deze video is gesponsord door Clue. Heel erg bedankt daarvoor. Ik was echt heel erg blij om te zien dat zij een samenwerking met ons aan wilde gaan. Want ik ben gewoon echt een hele tevreden gebruiker van deze app. Dus ik dacht, dat komt wel echt heel erg goed uit. Nou, mocht je niet weten wat Clue is. Het is een app waarmee je dus je menstruatiecyclus kunt bijhouden, tracken. Je kunt er allemaal informatie in kwijt. En het zorgt ervoor dat je gewoon wat meer leert over je lichaam. Je menstruatiecyclus. Hoe je lichaam erop reageert. Maar ook hoe je geest daarop reageert. Het handige aan de app is dat je hier ook allemaal symptomen in kwijt kan. Zo kan je bijvoorbeeld dus invullen dat je bepaalde cravings hebt op bepaalde dagen. Of dat je misschien hoofdpijn hebt of andere pijnen. Dat je mood swings hebt of dat je misschien je energielevel heel erg wisselt. Hoe meer informatie jij in de app invoert en hoe meer de app gebruikt, hoe meer en beter jij over jezelf en je lichaam en alles daaromheen leert te kennen via de app. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Zelf vind ik het ook heel erg fijn om gewoon de app erbij te pakken om te kijken van oké, wanneer word ik weer ongesteld en wanneer was de laatste keer dat ik ongesteld was. Want ik zeg wel eens vaker, ik heb echt een geheugen als gatenkaas. Ik weet soms niet eens meer wat ik gisteren heb gegeten. Dus hoe kan ik dit soort dingen ook nog gaan onthouden? Dus daar gebruik ik ook de app heel graag voor. Gewoon als geheugensteuntje eigenlijk. Ik heb de app voor de makkelijkheid gewoon eventjes op mijn homescreen staan. Dus hij staat hieronder. En dan vergeet ik ook nooit om informatie in te vullen. Hij is verkrijgbaar in 15 verschillende talen. En hij is beschikbaar voor zowel Apple gebruikers als Android gebruikers. Dus je kunt het gewoon vinden. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Daar kan je op klikken om gelijk ook de app te downloaden. Mocht je daar benieuwd naar zijn geworden. Dus check ook even de beschrijving voor meer informatie. Wat ik via Instagram vooral heel vaak zag binnenkomen waren vragen over: vind je het niet vervelend om weer zo vaak ongesteld te worden? Of is het heel onregelmatig? Of eigenlijk best wel veel vragen over menstruatie. En ik moet zeggen, nu ik gewoon de app gebruik, weet ik gewoon best wel goed waar ik aan toe ben. Ook moet ik zeggen dat ik ben nu zeg maar al een aantal maanden gestopt met de pil. En al snel merkte ik wel dat mijn menstruatiecyclus best wel weer snel regelmatig was en op tijd. Ik heb alleen de eerste keer nadat ik was gestopt heb ik volgens mij 6 weken moeten wachten voordat ik weer ongesteld werd. En nu is het eigenlijk best wel weer heel erg regelmatig. En dat kan ik zien ook niet omdat ik het herinner van het is regelmatig. Maar het is gewoon puur omdat ik in de app kijk en ik zie, hey, het is regelmatig. Dus wanneer ik in de app kijk en ik zie van oké, dan moet ik ongesteld worden. Dan weet ik eigenlijk wel voor 90% zeker, 95% zeker dat het inderdaad zo gaat zijn. Omdat dat de vorige keren ook al was geweest. Dus dat is misschien een beetje een gelukje bij mij. Dat het al best wel snel gewoon heel erg on track is en dergelijke. Ook moet ik toegeven dat ik vroeger het wel echt heel vervelend vond om ongesteld te worden. Ik vond het gewoon irritant. Al die dingen weer kopen. Ik vond het best wel prijzig. En mocht je mijn blog ook volgen, dan weet je misschien wel dat ik al een tijdje ben overgestapt op de menstruatiecup. En dat is echt ook een super fijn ding. Dat is gewoon een cup dat ik zeker aanraad om op over te stappen. Naast dat het gewoon natuurlijk veel beter voor het milieu is, is het ook veel beter voor je portemonnee. Want je kan het herbruiken. Je gooit geen rotzooi meer weg. En het is ook gewoon een stuk,
ja, wat minder zooi wat je eigenlijk in je lichaam brengt. En ik ben er echt gewoon onwijs fan mee. Sinds ik de menstruatiecup gebruik, maak ik me eigenlijk helemaal niet meer druk om ongesteld te worden. Ik vind het echt helemaal niet zo heel erg meer. En nu zeg maar de cyclus nog niet 100% vast is op het moment dat ik weet van oké, nu ga ik sowieso ongesteld worden. Dan neem ik gewoon de dagen ervoor de menstruatiecup even mee in mijn tas. Neem niet heel veel plek in en ik weet gewoon zeker, mocht er iets gebeuren, dan heb ik gewoon die menstruatiecup bij de hand en dan gebruik ik die. Dus mocht jij het vervelend vinden om ongesteld te zijn, dan zou ik je zeker aanraden om eens te kijken naar of de menstruatiecup voor jou een optie is. Want voor mij persoonlijk heeft het echt heel veel dingen opgelost en vind ik het echt totaal niet meer heel erg. Dus dat is zeker niet iets waar ik nu nadeel van ondervind. Nou, de grote vraag van waarom ben je nou gestopt met de pil, die heb ik echt heel erg vaak binnengekregen. En dat is eigenlijk gewoon omdat ik al heel erg lang de pil slikte. Zeker de helft van mijn jaar. Ik denk dat ik ben begonnen toen ik een jaar of 15 was. Dus dat is gewoon bijna de helft van mijn jaar. Ik word bijna 30. I know. Wie had het verwacht? Nee, het is echt zo. En dat vind ik gewoon echt een extreem lange tijd. Daarna slikte ik een van de zwaarste pillen, de Diane-pil. En die slikte ik voor mijn acne. Ik had over mijn hele gezicht en op mijn rug had ik best wel veel acne. In het verleden heb ik daar ook artikelen over geschreven op Beautylab. Dat is de blog van mijn zus Serena. Dat zijn artikelen waarin ik wat meer laat zien van hoe erg de acne was op dat moment. Waar ik last van had. En ik onderging in die tijd ook speciale laserbehandelingen om mijn huid weer op te knappen, want het was heel erg dik en het zat vol met littekens, donkere plekken, heel veel onderhuidse bulten. Het was een hele vervelende tijd en door die behandelingen heb ik mijn huid echt weer in een veel betere conditie gekregen. Alleen merkte ik een aantal jaren daarna dat ondanks dat ik de Diane-pil slikte en dat mijn huid echt wel in een veel betere conditie was, dat ik toch weer best wel regelmatig puistjes kreeg, vooral hier. Hierboven ook weer, dat zijn echt mijn probleemgebieden, deze plekjes hier en hier. En dan kreeg ik echt best wel veel wat puistjes. En ik had iets van, waarom? Ik slik zo'n ontzettende zware pil en alsnog krijg ik gewoon huidproblemen. Ik vind het gewoon vervelend. Daarnaast had ik ook al een tijdje het gevoel van, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het is om te stoppen met zo'n zware pil. Want het zijn flinke hormonen die je binnenkrijgt. En hoe is de Larissa zonder die hormonen? Is zij blijer? Is zij chiller? Dat soort dingen. Ik had gewoon al een tijdje iets van, ik voel me heel erg tegengehouden of onderdrukt door dingen. En ik had iets van, ik wil gewoon al die zooi, al die hormonen even een keer gewoon weg. Ik wil gewoon weer even vanaf nul beginnen en kijken wat voor mens daar dan uitkomt eigenlijk. En nu vraag je misschien wel af, ben je dan misschien overgestapt op iets anders? En het antwoord daarop is heel simpel nee, want ik wil gewoon op dit moment even gewoon helemaal niks. Ik wil niet een andere anticonceptie zonder hormonen of andere dingen om over na te denken. Ik heb iets van, ik wil gewoon even helemaal niks. Lekker, helemaal simpel en geen gedoetjes en dergelijke. Gewoon mijn lichaam de tijd geven om even alles eruit te gooien en weer helemaal op nul te komen. Daarnaast komt ook wel kijken dat mijn vriend en ik zeker een kinderwens hebben. Dat is niet op dit moment iets waar we nu mee bezig zijn. En dat is ook wel heel erg persoonlijk, dus daar ga ik verder niet te diep op in. Dat voelt voor mij toch nog een beetje raar. Mocht ik ooit zwanger zijn, geloof mij dat ik het absoluut aan jullie ga vertellen wanneer het daar geschikte tijd voor is. Dus je mag in de comments vragen of ik zwanger ben of wat dan ook. Maar dat zijn dingen, hoeft niet. Zeg maar, je hoeft niet die vraag te stellen. Want nee, dat is op dit moment niet het geval. Maar het is wel iets wat in mijn hoofd zit voor de toekomst. En daarom heb ik ook iets van, ik hoef eventjes niet aan een vervolg anticonceptie te denken. Omdat ik mijn lichaam gewoon even puur wil houden. Het klinkt heel naar, maar ik wil het gewoon helemaal clean hebben op dit moment. Nou, op dit moment ben ik 4,5 maand gestopt met de pil. Dat vind ik al een aardige tijd. Maar ik heb gelezen dat je lichaam iets van minstens 6 maanden nodig heeft om echt te ontpillen. Nu had ik inderdaad de video pas over, naar 6 maanden kunnen maken. Maar tegelijkertijd had ik iets van, ik kan wel alvast een video opnemen. En dan kan ik misschien over een aantal maanden, mocht er iets veranderd zijn, een soort van update video maken. Als ik daar echt nog verschillende dingen in had kunnen merken. Maar ik merkte gewoon dat ik na deze 4,5 maand al best wel wat te vertellen had.
En ik had iets van, ik wil het ook gewoon heel erg graag met jullie delen. En tegelijkertijd in hopelijk de comments ook met jullie andere verhalen en ervaringen te lezen. Dat ik daar ook alvast van kan leren. En dat ik dat misschien kan meenemen in de volgende paar maanden. Ik kreeg ook heel veel vragen over verschillende onderwerpen die allemaal te maken hebben met wat is er tot nu toe veranderd na het stoppen met de pil. En ik moet zeggen, wel wat, maar ik had ergens ook meer verwacht. En het allereerste waarom ik eigenlijk heel erg bang was, ik was oprecht extreem bang, zenuwachtig om te stoppen met de pil. En dat was omdat ik heel erg bang was dat mijn huid weer heel erg slecht zou worden. Ik bedoel, ik wil echt heel graag niet meer terug naar de huid die ik hiervoor had. Het was gewoon heel oncomfortabel. Het was pijnlijk. Ik voelde me onwijs onzeker en ongelukkig daardoor. En ik wilde echt absoluut niet terug naar die tijd. Maar toch heb ik besloten om in het diepe te springen. En gewoon erachter te komen of dat weer zou gebeuren. En ik moet zeggen dat ik wel heel erg blij ben met hoe mijn huid op dit moment is. Zoals je misschien wel kan zien in deze video, misschien wat minder dan bijvoorbeeld in vlogs. Waarbij het licht een beetje anders is en dergelijke. En waarbij je soms wat dichterbij in mijn gezicht zit. Is dat mijn huid wel wat slechter is geworden. Ja, dat absoluut. Het duurde zeker 3 maanden voordat dat eigenlijk pas kwam. Dus ik was in de eerste paar maanden van wow, er is nog niks aan de hand. Mijn huid ziet er nog echt fantastisch uit en dergelijke. Maar na de 3 maanden kwam het wel echt tevoorschijn. En ik heb vooral weer hier heel veel buisjes, littekens. Hier ook weer, dus dat zijn wel echt die... dat zijn wel gewoon typische bekende plekken eigenlijk. Ik krijg het ook soms hier weer op mijn kaak, hierboven... op mijn voorhoofd en ik heb ook wel weer wat op mijn rug gekregen. Dus ik kan je helaas vertellen dat mijn huid wel weer wat slechter is geworden. Mijn huid is ook veel vetter. Het is echt, ik heb nog nooit zeg maar zo vet gezien. Aan het einde van de dag heb ik echt, je kan gewoon bijna een patatje met of van mijn gezicht afhalen. Hetzelfde voor mijn haar. Ook mijn haar is veel vetter geworden. Eerst kon ik makkelijk mijn haar maar 1 keer of 2 keer in de week wassen. En nu heb ik wel echt iets van, het moet eigenlijk best wel weer om de dag. Maar ik probeer het nog zo goed mogelijk uit te stellen, want ik wil gewoon niet zo heel erg vaak mijn haar wassen. Maar het is wel lastiger, omdat mijn haar wel echt een stuk vetter is geworden. Nou, omdat mijn huid dus zo ontzettend belangrijk voor me is, ben ik in deze periode wel veel beter gaan letten op wat ik eet en wat ik drink. Zo probeer ik zo min mogelijk melkproducten te nuttigen eigenlijk, want ik heb gemerkt dat ik daar best wel wat puistjes en onderhuidse bulten van krijg. Dus ik probeer helemaal geen melkproducten meer te nemen. Maar dat is zeker niet 100%, want ik bedoel een pizza zonder kaas of een pizza met ander soort kaas... of überhaupt geen pizza meer eten, kan gewoon niet. Ik hou er gewoon. Dus ik eet zeker nog wel af en toe gewoon melkproducten. Maar als dat voorkomt, dan weet ik ook van... oké, de rest niet boos worden als je over een paar dagen dan wat meer puistjes krijgt en dergelijke. Want ik kan er zeker wel vanuit gaan dat ik ongeveer 2-3 dagen later wat meer puistjes heb. Dus ik heb nu wat meer op mijn hoofd en hier zitten. Omdat ik laatst op onze persreis wat mozzarella had gegeten en dat soort dingen. Dus dan... En ze hadden niet zo heel veel melkvervangers. Bijvoorbeeld voor de koffie. Dus ik wist van oké, daar ga ik wel een beetje... wat van gaan zien. Maar verder probeer ik geen varkensvlees te eten. Ik ben heel erg verminderd met snoepen. Dat is niet per se voor mijn huid geweest. Maar ik probeer gewoon een beetje met alles best wel uit te kijken. Dus Over snoepen gesproken. Ik kreeg ook wat vragen of ik door het stoppen met de pil weer ben afgevallen. En dat is helaas niet echt het geval geweest. Het was heel erg mooi geweest als dat ook nog erbij had gekund. Maar ik heb daar niet echt heel erg veel van gemerkt. Ik ben er niet voller of wat, wat dunner van geworden. Dus daar heb ik helaas geen verandering in gemerkt. En ik kreeg ook heel vaak de vraag van wat gebruik je dan nu als voorbehoedsmiddel. En dat is gewoon een condoom. Waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar was, was het stukje emoties, mood swings. Voel ik me anders nu ik zeg maar niet meer de hormonen binnenkrijg. En ik moet zeggen dat ik daar zeker wel een positieve verandering in heb gemerkt. Vooral aan het begin had ik eerst dat ik niet zoveel merkte. En toen had ik een periode dat ik heel geïrriteerd werd. Dat was denk ik iets van 2 weken of zo. Dan werd ik heel snel boos of ik was heel snel geïrriteerd of...
heel ongeduldig. Het was echt heel ja, onprettig eigenlijk. Maar die periode heeft echt iets maar van 2 weken geduurd. En toen merkte ik dat ik veel chiller werd. En ik zit daar nog steeds in. Ik word minder boos. Ik word minder opgefokt. Ja, ik ben wel een chiller persoon eigenlijk, als ik dat mag zeggen. Ik heb een beetje rondgevraagd in mijn omgeving. En ik heb niet mensen die het zeg maar echt heel duidelijk merkten. Maar als ik ze erover vraag, is het wel een beetje van... Oh ja, ja, ik merk wel dat je inderdaad wat minder opgefokt bent. Want ja, dat was ik eigenlijk wel een beetje. Ik denk dat jullie dat hier online niet zo heel erg merkten. Maar mensen die mij in het echt kennen, die weten dat ik soms wel een beetje... Ja, snel boos kan worden, zeg maar. Maar in ieder geval, dat is inmiddels een stuk beter geworden. En daar ben ik zelf wel ook echt heel erg blij mee. Nou, dat was mijn allereerste update over hoe het is om gestopt te zijn met de pil. Ik hoop dat je het interessant vond om te lezen hoe het bij mij is afgegaan. En weet in ieder geval dat lichamen en hormonen en al dit soort dingen heel erg persoonlijk zijn. Dus hoe het op mij van invloed is geweest hoe het bij mij is gegaan is gewoon heel erg persoonlijk. En de kans is gewoon heel erg groot dat mocht jij dezelfde stap nemen dat het bij jou heel erg anders gaat. En dat is ook helemaal niet erg, want elk lichaam is gewoon heel erg anders. Iedereen reageert heel erg anders op. Maar desondanks denk ik wel dat het heel erg fijn is om gewoon allemaal verschillende ervaringen misschien bij elkaar te kunnen vinden. En dat is ook de reden waarom ik deze video voor jou wilde opnemen. Zodat je gewoon wat meer informatie kan krijgen over wat er dus kan gebeuren. Nou, mocht je ook gestopt zijn met de pil of mocht je ook een andere soort ervaring hebben, ik zou het heel erg handig vinden en fijn als je dat zou willen delen in de comments. Dat is voor mezelf om te lezen, omdat ik heel erg benieuwd ben naar andermans ervaringen. Maar ik denk ook dat het heel erg interessant is voor de andere kijkers van deze video, zodat we gewoon met z'n allen een beetje van elkaar kunnen leren en kunnen spieken in iemands leven eigenlijk en ervaring. Dus ik hoop dat je dat zou willen delen. Mocht je nog andere vragen hebben, laat ze eventjes weten in de comments of stuur me een DM'tje op Instagram. Ik heet daar @larisseverbon. En dan kunnen we misschien gewoon een beetje met elkaar kletsen en dergelijke. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet hem vooral niet een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zie je heel snel weer terug in de volgende. Doei!